Hallo, hartelijk welkom bij de aftertalk van het televisieprogramma Misbruikt. Mijn naam is Claudia van Middelkoop en ik zit samen met... Mijn naam is Corina Kofman. En wij zijn van de stichting Project Speak Now. Een stichting die zich inzet om het taboe rond seksueel geweld te doorbreken en lotgenoten weer in hun kracht te zetten. En dat doen wij onder andere door lotgenoten praatgroepen te organiseren, talking circles en online coaching aan te bieden. En vanavond zijn wij als ervaringsdeskundigen te gast om alle vragen van jullie te behandelen die je hebt naar aanleiding van het mooie programma Misbruikt. En we hebben al direct een vraag. Van Lisbeth, die schrijft: ik ben eerder ook misbruikt, maar ik schaam me ervoor, vooral tegenover mijn moeder. En ik ben vooral bang wat anderen van mij zullen vinden. Nou, dat is heel herkenbaar. Dat is heel herkenbaar, absoluut. Ja. En de schaamte zeker. En ook de angst, wat gaan mensen van je vinden? Vinden ze je raar? Vinden ze je vies? Denken ze dat het je eigen schuld is? Want dat wordt natuurlijk ook nog wel eens gezegd. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Wat we zelf ook vanuit ervaring ook leren is wel dat hoe meer je erover praat, dat de schaamte eigenlijk dan ook gewoon afneemt. En dat je je ook steeds minder gaat interesseren wat de rest van de wereld over jou denkt. Want ja, het helpt jou gewoon om te helen, om erover te praten. En ja, met je moeder, zodra je... je weet natuurlijk nooit hoe moeder zal reageren op het verhaal wat je vertelt. Maar... het is in ieder geval wel dat zij er wellicht voor jou zou kunnen zijn wanneer ze wel weet wat er gebeurd is. Ja, en ik denk vooral ook heel erg in je achterhoofd: jij bent niet degene die het uitgelokt heeft of die het gedaan heeft. Het is jou overkomen. En de ander is over jouw grenzen heen gegaan. En probeer je dat ook gewoon heel erg goed te realiseren. Ja. Ja, zeker ook in de reactie die je krijgt van je moeder. Of dat kijk maar naar de moeder van Rosanne, dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat ze het negeert, maar het kan ook zijn dat je moeder dus juist jou heel erg in bescherming zal nemen of met heel veel compassie naar je zal luisteren. Ja, en ik denk ook best wel dat je moeder ook best wel heel erg kan schrikken. Want misschien denkt ze wel: god, heb ik de signalen gemist? Ja. Heb ik dat? Of in eerste instantie zal zij zich daar zelf ook even... Het is voor haar ook heel heftig om te horen. Dus ik kan me voorstellen dat dat een... echt even wennen is in het begin met z'n tweetjes. Dat je daar een weg in moet zien te gaan vinden. Ja. Ja. Nou, hartelijk welkom als je net online bent. Wij zijn van Stichting Project Speak Now. Ervaringsdeskundigen die vanavond jullie vragen beantwoorden. Mijn naam is Claudia van Middelkoop en ik zit naast... Corina Kofman. En we gaan over naar de volgende vraag. Die is van Jo. Dankjewel voor dit programma. Zelf heb ik ook een zusje waarvan ik bang ben dat zij hetzelfde meegemaakt heeft als ik. Maar ik weet niet hoe ik erover moet beginnen. Hebben jullie hier ervaring in? Mm. Ik heb het inderdaad ook besproken. Ik heb zelf twee zussen die jonger zijn dan mij. De ene 6 en de ander 12 jaar jonger. Ik heb het later met ze besproken. En ik heb het ze eigenlijk gewoon rechtstreeks gevraagd. Okay. Maar toen waren ze natuurlijk al wat ouder. Eigenlijk heel erg opgelucht dat ze er eindelijk over konden praten. En dat ik het dus ook had meegemaakt. En dat we eigenlijk... iets gedeeld hadden met elkaar. Dus ik heb het haar gewoon gevraagd, recht op de man af. Ja. Wat ik net heel mooi van wat jij ook zei, Corina, was ook dat door het uit te spreken... Ik zit ineens en denk, wat wilde ik nou precies zeggen? Maar ik kom er even niet meer op. Maar jij zei, en misschien triggerde het me zo weer, dat ik er weer... Maar ik vond het heel mooi, juist door het te bespreken met elkaar, dat er ook weer juist heel veel verbondenheid ontstond. Er ontstond een band. Ja. Want we hadden ieder iets verschrikkelijks meegemaakt en er nooit met elkaar over gesproken. Dus je houdt een heel wezenlijk deel van jezelf, hou je voor elkaar verborgen. Ja. En op het moment dat je er met elkaar over gaat praten, dan gedeelde smart. En dat is echt een heel bijzondere ervaring, mooie ervaring. En ik weet ook weer wat ik wilde zeggen, was dat jij zei van iedereen heeft ook op zijn eigen manier een bepaalde pijn in hoe je het hebt meegemaakt. Dat je de een die voelt dus heel erg de schaamte en de schuld. Dat zag je ook bij de zus van Rosanne. Van weet je wel, dat ik weg ben gegaan. Ja. En dat ik jou heb achtergelaten. En jij zei toen ook heel mooi van, dat jij dat heel herkende ik heel erg. Ik ben op mijn 18e zelf gevlucht thuis weg. En liet toen inderdaad ook mijn beide zusjes achter. En ik heb me heel lang heel schuldig en heel verantwoordelijk gevoeld. En ook heel lang gedacht van, als het hun overkomt, is het nu mijn schuld. Want ik ben weggegaan. Ja. En dat was ook het mooie toen ik er met ze over kon praten. Dat ze dat in het begin ook wel zo ervaren hadden. Maar later steeds meer gingen begrijpen dat dat niet zo was. Ja. En dat is gewoon echt heel bijzonder. Heel fijn. Ja.
Annemieke die schrijft, ik heb iets vervelends meegemaakt, maar toen ik het eindelijk durfde te vertellen, werd ik ook niet geloofd. Nu durf ik het niet meer te zeggen, want die drempel is al zo hoog. Ja, dat is ook iets wat heel herkenbaar is, Annemieke, en ook heel pijnlijk. Ja. Ik zeg ook wel eens dat voor mij was het een tweede trauma erbij toen ik het vertelde, dat er eigenlijk ook nagenoeg niet op gereageerd. Dat vond ik echt heel pijnlijk. Dus ik begrijp dat de drempel heel hoog is voor je. En ik denk dat ik namens ons allebei spreek dat we je toch echt uit willen nodigen om toch te praten. Ach, ja. En wat wij vaak ook adviseren is, zoek een plek waar je je gehoord voelt. Waar mensen met compassie en oordeelloos naar je kunnen luisteren. Bijvoorbeeld via onze stichting. Wij organiseren lotgenotengroepen, Talking Circles. Ja. Waarbij je samen met lotgenoten je ervaring kan delen. En dat is vaak een hele veilige en fijne bedding, waarin je veel herkenning en bevestiging krijgt ook van elkaar. Ja. Dus ja, ik zou je uit willen nodigen om eens te kijken op onze website ook van www.talkingcircles.nu. Ja. En wellicht dat er bij jou en in de buurt ook plaatsvindt. Dus voel je welkom in ieder geval. Ja, want het hele begint natuurlijk toch bij praten. Zolang je het allemaal bij jezelf houdt, kom je eigenlijk niet verder. Ja. En pas op het moment dat je erover gaat praten, en zeker met mensen die het ook zelf hebben meegemaakt, dat ze bij de stichting doen, is heel laagdrempelig en een hele veilige manier. Ja, ja, heel belangrijk. Ja. Miranda? Iedereen wist dat in de omgeving en waarom deed niemand iets? Ja, als kind ben je machteloos en onschuldig. Waarom doen mensen niets? Ja. Dat is een hele mooie vraag. Ja, ik werk zelf ook voor Stichting Praat. Die ken jij ook wel. Wij geven juist inderdaad voorlichtingen aan mensen van hoe kun je gaan praten over kindermishandeling. Ja. Want mensen vinden het inderdaad heel erg moeilijk om daar iets aan te doen. Stel je nou voor als ik het verkeerd heb. Stel je nou voor als ik het verkeerd zie. Of ik ga ingrijpen en er gebeurt van alles in het gezin. Doe ik het dan wel goed? Ja. En mensen vinden het moeilijk. Mensen praten ook niet zo makkelijk over kindermishandeling of kindermisbruik. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we steeds meer duidelijk maken hoe machteloos je als kind inderdaad bent en hoe afhankelijk je bent van de omgeving. Ja. Dat zij toch iets voor je gaan doen en iets voor je gaan betekenen. Dus ja, het waarom, dat is natuurlijk een hele grote vraag. En we zouden er graag ook antwoord op willen geven. En dit is iets wat een reden kan zijn waarom mensen dus besluiten om toch niets te doen. En ook wij met Stichting Project Speak Now willen juist het taboe rond seksueel geweld ook doorbreken. Zodat mensen dus ook gemakkelijker in kunnen grijpen of iets kunnen doen. Ja. Nou, hartelijk welkom bij de aftertalk van het televisieprogramma Misbruikt. Wij zijn van Stichting Project Speak Now, ervaringsdeskundigen die jullie vragen beantwoorden. Mijn naam is Claudia van Middelkoop. En mijn naam is Corina Kofman. We hebben hier weer een vraag, hè? Ja. Van Roos of Roes, ik weet niet of ik het goed uitspreek. En de vraag is het verstandig om zoiets te bespreken met je moeder en met een therapeut erbij? Ik ben namelijk bang dat de emoties de overhand krijgen en er dan niks meer uitkomt. Nou, ik denk dat het een heel goed idee is. Ik denk dat het heel fijn kan zijn als iemand erbij is die een beetje kan bemiddelen. Ja. En die op dat moment ook naar de emoties van je moeder kan luisteren en naar jouw emoties kan luisteren. Ja, het kan heel goed helpen. Ik denk dat het heel erg fijn kan zijn. Ja. Ja. Ja, ik denk dat ook echt een, wat jij zegt, die ook het gesprek gewoon een beetje kan sturen en kan helpen. En ook, weet je, om gewoon ook misschien wel op een gegeven moment gewoon van zo is het genoeg qua emoties. Want het is natuurlijk best wel heftige informatie die op alle mensen afkomt. Dus dat kan echt heel erg helpen. Ja. Ja. Even kijken, we hebben een anoniem. Ik ben ook misbruikt, het is lang geleden. Ik zei het tegen mijn moeder, maar dat heeft zij ook nooit geloofd. Wat moet ik doen? Ja, dat is zo verdrietig om te lezen. En dat zagen we net ook bij Rosanne. Het is echt verschrikkelijk en ontzettend pijnlijk als je moeder je niet gelooft. En wat moet je doen is op jezelf vertrouwen. En wat ik net ook al zei, weet je wel, zoek iemand bij wie jij wel compassie vindt en een luisterend oor, waardoor je je verhaal kunt vertellen. En ondanks dat je moeder het niet gelooft, is het wel heel belangrijk dat jij ruimte gaat vinden om je ervaringen te delen en hulp te vinden om dit trauma te verwerken. Ik herken het ook wel heel erg. Mijn moeder heeft het ook niet geloofd, heeft ons eigenlijk allemaal niet geloofd. En dat doet natuurlijk ontzettend veel pijn. Ja. Want je voelt je, naast dat je misbruikt bent, ook nog eens heel erg afgewezen door je moeder. Nou.
En ook dat moet weer een plekje krijgen. Ja. Het verdriet daarover, daar moet ook een plekje vinden. En dat is gewoon heel belangrijk dat je daar een goede therapeut voor zoekt om ook dat te delen. Ja. Ja. Dat is ook wel mooi wat jij zegt nu. Want ik moet ook denken dat toen ik zelf ook in therapie was. En dat mijn therapeut die begon daar toen. Of eigenlijk, er was geen therapeut, er was een maatschappelijk werker. En die begon daarover. En dat ik nog helemaal niet aan toe was om dat aan te gaan. Ja, dat klopt. En toen, dat vond ik ook heel bijzonder. Toen dacht ik van ja, weet je, alles in het proces heeft dus echt gewoon zijn eigen tijd en zijn eigen ruimte nodig. Ja. Ja. Dus ook daarin, weet je, is het ook goed weer om je eigen grens daarin in te bewaken. Van wat klopt wel voor jou om aan te gaan en wat niet. Waar ben je klaar voor? Ja. En dat stukje herinner ik me ook wel, dat van het feit dat je moeder je niet gesteund hebt, dat duurde eigenlijk veel langer. Ja. Want dat is, ja, je moeder, dat is toch iemand bij wie je veilig zou moeten voelen. Ja. En dus dat, ja, dat heeft echt zijn tijd nodig. Ja. 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 Een vraag van anoniem. Mijn vader heeft mij misbruikt. Mijn moeder weet hier niets van. Ik ben bang dat ze mij niet gaat geloven. Ik voel heel erg dat het mijn schuld is. Met mijn vader wil ik geen contact meer. Maar ik wil met mijn moeder niet breken. Hoe te handelen? Ja, eigenlijk een beetje een vergelijkbaar stukje. Hè? De angst dat je moeder je niet gaat geloven. Het gevoel te hebben dat het misbruik je schuld is, dat herken ik ook wel heel erg. Dat je op een gegeven moment, nou ja, sowieso, als je mishandeld of misbruikt wordt, je probeert vat te krijgen op de situatie. Ja. En dat is vaak maar één manier om jezelf schuldig te gaan voelen aan dat wat er gebeurt. Want als je denkt dat het bij je ouders ligt, ja, waar moet je dan op vertrouwen? Dus dit is wel heel erg herkenbaar. Het is natuurlijk nooit jouw schuld. Het is een volwassene die over jouw grenzen heen gaat. En die dat, wat je ook doet, ook al kruip je bij je vader op schoot, ook al zeg je papa, kijk eens hoe mooi ik ben. Diegene moet zijn grenzen weten. En in dit geval denk ik, ja, het zou toch fijn zijn als je het met moeder kan bespreken. Dat je toch zou durven. Wat vind jij? Nou, er is niet een eenduidig antwoord op. Het is, en Margreet Krotjes, de psycholoog, zei het ook al tegen Rosanne in het programma. Ja. Je kan ook een naar antwoord krijgen. Dat is ook iets waar je rekening mee moet houden. Dat is natuurlijk best wel lastig. Maar ja, dat is wel iets wat ook kan gebeuren. Het kan zijn dat je moeder je niet gelooft. Maar het kan ook zijn dat je moeder je wel gelooft. En weet je, ook daarin, kijk voor jezelf wat een goed moment is. En ja, ik vraag me af of er überhaupt een goed moment is. Maar dat je voor jezelf denkt van ja, nu ben ik er wel klaar voor om het te zeggen. Ja. En kijk ook anders of je het bijvoorbeeld samen met iemand zou kunnen zeggen. Die jou daarin ook gewoon kan ondersteunen. Ja. Dus ja, dat eigenlijk. Maar een goed antwoord is er niet. En ben je ook klaar om eventueel het negatieve antwoord van je moeder aan te kunnen? Ja. Ook dat kun je alleen maar voor jezelf inschatten of je dat hebben kan. Ja. Oké, nogmaals, hartelijk welkom als je net online bent. Welkom bij de aftertalk van het televisieprogramma Misbruikt. Wij zijn ervaringsdeskundigen van de stichting Project Speak Now. Een stichting die zich inzet om het taboe rond seksueel geweld te doorbreken en lotgenoten weer in hun kracht te zetten. En dat doen we onder andere door talking circles te organiseren, lotgenotengroepen en online coaching aan te bieden. En wij zijn vanavond hier voor jullie om vragen te beantwoorden die jullie hebben naar aanleiding van het programma Misbruikt. En we hebben weer een vraag. Ja, anoniem, kun je helen van misbruik zonder therapie? Tja. Ja, alles kan, denk ik. En of je het helemaal zonder therapie. Ik ken niemand nog die dat. Ik weet het niet. Ik kan niet uit ervaring spreken. Ik probeer voor mezelf heel erg te kijken. En sommige dingen denk ik, nou, die heb ik ook wel mezelf aangeleerd. Door er heel veel over te lezen. Ja. Door er met anderen over te praten. Door eens te horen hoe anderen daarmee omgegaan zijn. Door me erin te verdiepen. Maar er waren zulke heftige dingen bij die echt van invloed waren op hoe ik dacht over mezelf en hoe ik naar de wereld keek. Ja. En die heb ik toch echt niet kunnen helen zonder therapie. Nee, ik zit ook te bedenken van, we hebben ook je bepaalde patronen heb je ontwikkeld. En dat is best wel moeilijk, omdat je hersenen ook gewoon die verbinding hebben gemaakt en dus heel snel weer in dat oude patroon stappen. Waardoor je jezelf eigenlijk steeds een beetje in de maling aan het nemen bent. Ja. En vaak ook wel met therapie kun je dat soort dingen juist doorbreken. En zeker ook met echte trauma gerelateerde
pijn, hè, weet je, die opgeslagen liggen in je lichaam. Ja. Dat vraagt wel gewoon heel veel kennis en kunde ook om... Om dat aan te kunnen. En ik denk ook, van tenminste, dat heb ik zelf ook wel herkend bij mezelf, dat ik al mijn emoties gewoon wegzette. Ja. Ik voelde gewoon helemaal niets meer. Ik had geen idee meer wat ik zelf wilde. Ja. En ik heb echt weer moeten leren durven voelen, stapje voor stapje. Ja, en ik had daar ook echt iemand voor nodig die op de momenten dat het voor mij te zwaar werd, er gewoon voor mij was. Ja. En me weer in het hier en nu kon halen als ik bijvoorbeeld aan het dissociëren was. Ja. En daar heb je echt wel mensen voor nodig die daar heel veel verstand van hebben. Ja. Ja. Dus ja, of je het kan zonder therapie, ik weet het niet. Maar ik geloof uit mezelf dat ik zou zeggen van ik zou wel aanraden om goede mensen te zoeken om het te gaan verwerken. Nou, weet je wat ook in me opkomt nu als we het er zo over hebben? Het is ook gewoon fijn om met iemand te doen die jou daarin begeleidt. Want het is ook gewoon een heel heftig proces. En hoe heerlijk is het als je iemand naast je hebt die jou steunt, die je een warm en veilig gevoel geeft. En dus nou, we zouden zeggen van... Zoek met iemand. Absoluut. Ja. Karen die zegt, jeetje, wat een programma. Zelf heb ik wel eens iets meegemaakt, maar ik weet niet echt of dat seksueel misbruik is. Is daar een duidelijke grens voor? We hebben het daar ook wel eens eerder over gehad. En een duidelijke grens is eigenlijk gewoon als iemand over jouw grens gaat. En dat jij denkt van, iemand gaat over mijn grens, is al dat er... er is al sprake van misbruik. Nou, dan is het eigenlijk ook wel seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is vaak ook wel een term die gebruikt wordt. Ja. En, een misbruik is breed. Hè? Ja. Het is niet alleen maar... het kan ook zijn dat je gewoon moet kijken naar je ouders. Ja. Bijvoorbeeld als ze seks met elkaar hebben. Ja, of naar porno of seksplaatjes. Of dat je vader, dat kan ik me van mezelf nog wel herinneren, over mijn been zat te strelen. Dat ik gewoon voelde, dit is niet oké. Okay, terwijl een buitenstaander aan de buitenkant dacht, ja, wat doet hij nou eigenlijk? Ja. En daar heeft het ook heel erg mee te maken. Met wat voor gevoel krijg jij bij wat er op dat moment gebeurt? Ja, dat is mooi. Er zei een buurmeisje ook een keer tegen mij. Ja. Dat zij bij een oom op schoot zat en die legde zijn hand te dicht op haar been. Dat haar vader ook zei van, hey, haal je hand weg. Ja. En zij kreeg ook een unheimisch gevoel erbij. Ja. Dus, dus als jij het gevoel hebt van, er klopt iets niet, dan denk ik dat je heel goed naar je intuïtie mag luisteren. Ja, zeker weten. Ja. Febe vraagt, is er een plek waar ik kan chatten met lotgenoten? Ja, die is er zeker. Nederland Heelt volgens mij heeft een chat. Ik durf het niet zeggen. Dat is er wel. Maar dan zou ik het ook even allemaal op moeten zoeken. Ja. Uit mijn hoofd weet ik niet zo. Er zijn wel wat plekken. Ik weet, wat wij vanuit de stichting doen, is dat we op Facebook een besloten Facebookgroep hebben met lotgenoten, waarin we dus ook ervaringen kunnen delen. Maar dat is niet omdat je direct een live chat hebt, maar wel dat je in de lotgenotengroep ervaringen kan delen. Maar of je echt live chat bijvoorbeeld... Stichting Seksueel Misbruik, die is er ook. Okay. En daar zijn ook chats. Ik moest heel even denken. Oh, heel goed. En daar kan je met elkaar op de chat je verhaal kwijt. Ja. Oké. Okay. Even kijken. Als jij op dit moment denkt van, nou, ik heb echt hulp nodig en ik wil met iemand praten, dan kan dat. Je kan bellen met het Centrum voor Seksueel Geweld op 0800-0188. En overdag kan je altijd bellen, mailen of chatten met correlatie. En je kunt ook altijd bij onze stichting terecht, ook bij online coaching, om met iemand, vaak zijn dat ervaringsdeskundigen, ook om je ervaringen te delen. Lisette die schrijft, ik heb sinds kort een vriendje. Hij zit aan te dringen, maar ik wil helemaal niet. Ik weet niet wat ik nu moet. Ik ben zo bang dat hij de relatie verbreekt. Ook hier, wat heel belangrijk is, is dat jij jouw grens aangeeft. En jouw grens is gewoon jouw waarheid. Ja. En wat jij niet wil, dat moet je ook vooral niet doen. En als mensen jou daarin niet respecteren, dan kun je je ook afvragen of het de juiste persoon is waar je op dit moment mee omgaat. Ja. Want alles op zijn tijd. Dus ik snap dat je het misschien verdrietig vindt als hij de relatie zou verbreken. Maar ik zou echt zeggen van, laat absoluut niet over jouw grenzen heen gaan. Want, dat geeft geen goed gevoel. Absoluut niet. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. Ja.
Hier hebben we een hele lange vraag van Stephanie. Tijdens mijn vakantie verbleef ik in hostels. Er is een oudere man naast mij in bed komen liggen. Hij begon te zoenen, mijn borsten aan te raken. Ging bovenop me liggen om meer met me te doen. Ik schrok zo dat ik eerst een soort verlamd in bed lag en hem zijn gang liet gaan. Ja. Later kwam ik bij zinnen. Waar ben je mijn dag gebleven? En heb ik hem uiteindelijk mijn bed uitgekregen. Ik voel me ontzettend dom dat ik hem zo ver heb kunnen laten gaan en geef mezelf nu de schuld. Ja. Is dit vreemd en hoe kan ik dat gevoel van me afkrijgen? Ja, dit is dus echt eigenlijk een traumareactie. Ja. En ook eentje die heel erg herkenbaar is. Dat overkwam mij ook. Ja. En je bent gewoon inderdaad letterlijk en figuurlijk bevroren. Ja, verstart. Je bent verstart, bevroren, je bent overweldigd. En bevriezen zijn een van de trauma reacties. Ja. Net als dissociëren er eentje kan zijn. En vluchten, vechten en verstarren, ja, dat zijn de reacties die we doen in zo'n angstsituatie. En soms kan je dan ineens weer zo'n helder moment hebben dat je denkt, en nu moet je weg. Ja. En dat heb je uiteindelijk gedaan. Je bent dus absoluut niet dom. En het is ook zeker niet jouw schuld. Het is gewoon een reactie, een overlevingsreactie van je eigen lichaam, van je eigen geest. Ja. En dan kun je echt helemaal niks aan doen. Nee, daar heb je dan op dat moment ook echt even gewoon geen controle over. Nee. En dus, ja, weet je, dat wat Quirine ook al zegt, geef jezelf vooral daar niet de schuld van. Nee. Het is gewoon echt een hele, reële reactie, sowieso, want het gebeurde. Ja. Dus, maar je hoeft je daar absoluut niet schuldig over te voelen. En hoe je van dat gevoel af kan komen. Ja, ik denk dat dat vooral ook weer is dat je erover over praat. Dat je therapie daarvoor krijgt. Dat je dat gewoon aan kunt gaan. En dat je dan ook echt gaat ervaren. Want we kunnen het tegen je zeggen. Maar dat is natuurlijk vooral ook echt een gevoel wat je moet krijgen. Dat het klopt voor jou. Van, oh ja, inderdaad, weet je wel. Ja. Ik heb zo gehandeld. En ik kon op dat moment niet anders. Nee, dat je ook echt begrijpt wat traumareacties zijn. Ja. Dat je dat vechten, vluchten, bevriezen begrijpt. En dat je echt begrijpt dat het iets is wat gewoon vanzelf gebeurt. Ja. En ik denk dat heb ik heel fijn gevonden toen iemand mij dat ging uitleggen. Ja, absoluut. Ja, daarmee kon ik het mezelf inderdaad vergeven. Ja. Hier een vraag van Richard. Wat doe je als je vermoedt dat je inmiddels volwassen vriendin misbruikt is in haar jeugd? Negeren tot ze er zelf over begint? Of geforceerd een gesprek uitlokken? Nou, forceren zou ik het sowieso niet. Negeren denk ik ook niet dat het zo handig is. Ik zou denk ik gewoon heel voorzichtig je vermoeden uitspreken. Ja, precies het woord. Dus gewoon zeggen van, goh, ik heb zo het idee dat jij iets vervelends hebt meegemaakt in je jeugd. En ik denk zelf dat het iets met misbruik te maken zou kunnen hebben. Herken je dat? Ja. En dan zal ze misschien de eerste keer zeggen nee. En misschien de tweede keer ook nog. Maar uiteindelijk zal ze er misschien wel met je over gaan beginnen. Want wat mooi is misschien ook dat je kunt benoemen van wat je ziet, wat er gebeurt bij haar. En dat voor jou wellicht een minder natuurlijke reactie is bijvoorbeeld. Waardoor dat een reden is dat je deze vraag bijvoorbeeld aan de persoon stelt. Ja. Maar en als zij nee blijft zeggen, dan is dat natuurlijk ook weer iets van, forceer dat dan vooral niet. Nee, zeker niet forceren. Maar of op het moment dat het een keer gebeurt, weet je, stel dat je haar aanraakt en haar lichaam verstart of wat ook, dat je bijvoorbeeld kunt zeggen van, goh, kijk, weet je, dit bedoel ik. Dit is wat ik bedoel. Ja. En zeg daar vooral, denk ik, ontzettend goed bij dat jij niet anders naar haar gaat kijken als het wel zo zou zijn. Ja. Want ik kan me voorstellen dat ze dat heel eng zou vinden. Ja, en geef er ook geen oordeel over. Nee. Het is meer dat je iets constateert of observeert en dat je de vraag gewoon aan haar stelt, zo oordeelloos mogelijk. Ja. Merel, die zegt, de mensen die ons zouden moeten geloven, geloofden ons nooit, omdat zij mijn moeder geloofde dat het niet waar was. Maar het voelt alsof ik deze mensen nooit iets kwalijk zou kunnen nemen. Is dit normaal? Ja, eigenlijk vind ik alles normaal wat je zelf voelt. Ja. Ik vind niet dat daar een oordeel in zit. Dus als jij denkt van, nou, ik kan deze mensen niet kwalijk nemen, dan kan je het ze gewoon niet kwalijk nemen. Of nog niet kwalijk nemen. Of nog niet. Ja. En misschien komt het ooit. Ik bedoel, ik vind dat je hier geen oordeel aan moet vellen. En soms kunnen mensen het ook niet geloven. Ik herken dat wel heel erg. Mijn hele familie heeft het nooit geloofd. En ook nooit iets gedaan. Dus ik was er in het begin ook wel boos om. Maar later kon ik daar ook wel weer wat begrip voor hebben. Ja. Maar of het normaal of abnormaal is, nee, geen oordeel. Jij? Nee, ik deel het. Nee. Karen.
Ik heb een periode gehad waarbij ik seks moest hebben met mijn collega van 43. Destijds was ik 20 jaar oud. Ik voelde me hier niet prettig bij. Dit wist hij, maar ik heb nooit bewust nee gezegd. Wel was ik doodsbang voor hem. Ik vind het wel vreemd. Het is totaal iets anders, maar toch vind ik dit programma dus heel aangrijpend. Dit is ongelooflijk om te zien dat mensen zo kunnen doen. Ja, Karen, dat is het. En ook voor jou ook weer hier geldt. Weet je, jij hebt gewoon zo'n een nare ervaring gehad. En ook, ja, dat was denk ik ook heel mooi wat er net ook gebeurde. Dat iemand ook een soort van verstart. Ik denk dat dat ook iets is, een reactie bij jou. Ook omdat je bang was voor de persoon. Dat jouw lichaam daarin ook reageerde. En dus dat je daarin niet stop kon zeggen. En ook al was je 20 jaar oud. Ja, nog steeds zijn dit gewoon reacties die in jouw lichaam, wat gebeurt. Ja. Waardoor je dus niets kunt doen. En ja, ik snap ook dat je dit heel aangrijpend vindt, omdat het gewoon voor jou ook heel herkenbaar is dat iemand gigantisch over jouw grens is gegaan. Ja, ik noem dit toch eigenlijk ook seksueel misbruik. Er kan zelfs seksueel misbruik in een huwelijk plaatsvinden, waarin man en vrouw met elkaar getrouwd zijn en een vrouw ook tegen haar zin seks heeft met een man. En dan is dat ook seksueel misbruik, alleen niet als kind. Ja. Dus ja, dit is heel ingrijpend en denk ik tegelijkertijd ook heel herkenbaar. Ja, zeker wel. Absoluut, ja. Ja, dat is echt. Ik snap ook dat 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 het ook heel erg bij je binnenkomt, ja. En dat laatste vind ik ook wel heel mooi, hè, wat ze zegt. Ongelooflijk om te zien dat mensen zo kunnen doen. Ja. Ik kan me herinneren dat ooit een therapeut tegen mij heeft gezegd, wees maar blij dat je het niet begrijpt. Ja. Dat zegt ook iets over jou, hoe jij bent en dat jij dat nooit zou doen. Ja. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg mooi. Ja. Hans, heftig programma. Ik ben zelf seksueel misbruikt, maar moet kijken. Ondanks het feit dat het al meer dan 40 jaar geleden is, zou goed kunnen zijn om ook zo'n programma te maken over seksueel misbruikte jongens. Ja, Hans, dat is ook. Dit is een vraag die we al een aantal keren zijn tegengekomen ook. Dat er zeker ook dat mannen. Het onderwerp wordt nog weinig besproken onder mannen. En het lijkt wel of het taboe daarop bij heren nog veel groter is. En ik denk dat het ook heel mooi is dat er een programma zou komen waar mannen ook gewoon in de openheid kunnen treden over hetgene wat hen is over. Komen. Wat misschien wel mooi is om te vertellen, is ook naar aanleiding van het programma Misbruik en de vragen die de heren ook hebben gesteld over of er ook meer openheid voor hen zou komen, is dat wij vanuit Stichting Project Speak Now aan het einde van het jaar een talking circle speciaal voor mannen willen organiseren. Ook om zo weer een veilige bedding ook voor mannen te creëren. Dus als je daar ook behoefte aan hebt, geef een reactie op info@projectspeaknow.nl. En volg ons op Facebook, want daarin zullen wij ook gewoon benoemen wanneer die talking circle zal zijn. Dus wij willen gaan afronden, want de tijd gaat echt razendsnel. En wij willen jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En ook zeker voor de vragen die jullie allemaal stellen. Het voelt heel fijn dat jullie zo ook openlijk daarin zijn. Ja, en weet ook dat als je spoed hebt, dat je kunt bellen met het Centrum Seksueel Geweld op 0800-0188. En overdag kan je altijd bellen, mailen of chatten met correlatie. En ook vanuit onze stichting op www.projectspeaknow.nl kun je verschillende hulp vinden. En wij zien jullie graag volgende week weer. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het kijken.